Welkom bij de webinar Integrale Security Aanpak. Een samenwerking tussen Guardian 360 en Solimas. Mijn naam is Remo Dalmistro, ik ben commercieel directeur bij Solimas. De komende drie kwartier willen we u laten zien dat een integrale security aanpak veel verder gaat dan techniek alleen. Voordat ik zo het woord geef aan Jan-Martijn Broekhoff, oprichter en directeur van Guardian 360 en Dion Rijbroek, consultant bij Solimas, een korte introductie van Solimas. Solimas is een landelijk opererende ICT-dienstverlener. Dagelijks beheren wij complexe ICT-infrastructuren van uiteenlopende bedrijven en organisaties. Maar waar wij dagelijks echt blij van worden met onze bevlogen collega's, is als uw eindgebruikers ook blij zijn. Immers, een tevreden medewerker levert een tevreden klant op. Dat staat ook centraal in alles wat wij beloven en wat we doen. We doen dat vanuit op dit moment 4 locaties verspreid door Nederland. Den Bosch, Den Haag, Barneveld en Amsterdam. Met circa 120 collega's bedienen wij circa 500 klanten, wat op dit moment ongeveer 35 tevreden eindgebruikers oplevert. Wat wij doen is onderverdeeld in 4 categorieën. Wij doen alles rondom de modern workplace, waarbij wij een Microsoft First strategie hebben, wat betekent dat we ons vooral concentreren op advies van een implementatie van Office 365. Daarnaast doen wij alles rondom hybride platformen, wat betekent dat wij diensten leveren vanuit onze eigen datacenters in combinatie met Azure. Daarnaast concentreren wij ons op alles wat te maken heeft met networking, wat uiteenloopt van lokaal netwerk tot wide area netwerkverbindingen en infrastructuren, maar ook wifi en oplossingen in relatie tot identity en access management. Tot slot, cybersecurity, een rode draad door ons dienstenportfolio, een cruciale rol in onze dienstverlening. Wij durven dan ook te stellen dat al onze diensten inherent veilig zijn. Maar de vraag is, hoe bereik je dat? Daar gaan zometeen Jan-Martijn en Dion u alles over vertellen. Cybersecurity dienstverlening leveren doen we natuurlijk niet alleen. We maken gebruik van een select aantal preferred partners. En één daarvan is uiteraard Guardian 360. Ik wil dan ook hierbij graag het woord geven aan Jan-Martijn, die de presentatie voor mij zal overnemen nu. Dank Remo voor deze introductie. Ik zal kort wat vertellen over mezelf en over Guardian 360, alvorens ik het stokje overdraag aan Dion. Mijn naam is Jan-Martijn Broekhoff. Ik ben oprichter en directeur van Guardian 360. En ik ben begonnen met Guardian 360 6 jaar geleden, omdat ik het echt oneerlijk vind dat organisaties wereldwijd geïnvesteerd hebben in IT-middelen, in informatievoorziening, en daar eigenlijk geen gebruik van kunnen maken zonder dat ze bang hoeven te zijn voor cybercriminelen, malafide hackers en allerlei andere ellende. We werken vanuit Utrecht met een team van, we zijn een 100% Nederlandse security SaaS ontwikkelaar. Dus dat betekent dat wij onszelf zien als een ontwikkelaar van een softwareplatform, wat door partijen zoals Solimas wordt ingezet om eindklanten te ontzorgen. We zijn dus opgericht in 2015, we staan uit 12 medewerkers, we zijn 100% zelfstandig en onafhankelijk. En we zijn zelf ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Dus dat betekent dat we het certificaat hebben om onze eigen informatiebeveiliging op orde te houden, maar ook met zorggegevens om te gaan. Wij zien informatiebeveiliging eigenlijk als integraal onderdeel van risicobeheersing. Dus je moet aandacht hebben voor de heilige drie-eenheid mens, proces en technologie. Wat Remo net ook al terecht opmerkte, het gaat verder dan techniek alleen. Dus ook mensen en processen heb je aandacht voor nodig. Maar we voegen daar nog een andere drie-eenheid aan toe. En dat is die van preventie, detectie en herstel. Daar gaan jullie zo meteen nog wat meer over horen. Nogmaals, informatiebeveiliging gaat veel verder dan techniek alleen. Dus alleen als de aandacht voor mensen, processen en technologie
in balans is, dan kun je als organisatie in control komen. En techniek is vooral faciliterend. Dus daar kun je een heleboel randvoorwaarden mee scheppen en een aantal dingen mee inrichten. Maar uiteindelijk is het gewoon een van de puzzelstukken die je op orde moet hebben. En we zijn als Guardian 360 blij dat we in Solim als een partner vinden die er precies zo naar kijkt. En ons platform inzet om klanten te helpen met een integrale security aanpak. Dion Rijbroek zal daar wat meer over vertellen in het komende kwartier. Dus Dion, het woord is aan jou. Dankjewel, Jan-Martijn. Welkom. Ik ben Dion Rijbroek. Ik ben werkzaam bij Solimas op de locatie Barneveld als ICT-consultant, als security officer en als certified ethical hacker. Ik hou me eigenlijk dus best wel veel bezig met informatiebeveiliging, security. En daar wil ik wat over vertellen. Als eerste wil ik even de recente beveiligingsincidenten even aanhalen, zodat we weten waarom we hier staan en wat er zo'n beetje de laatste maanden de revue is gepasseerd. Nou, begin van het jaar moesten we opeens allemaal Exchange updates gaan installeren. Nou, dat was een klus, is allemaal gelukt. Wat relevant is op de integrale security aanpak voor organisaties, hoe weet ik dat ik die updates moet installeren? Nou, je nieuws volgen, abonneren ergens op, zodat je de nieuwsinformatie krijgt, in overleg met je ICT-leverancier. Je kunt ook tooling gebruiken, zodat je wordt geattendeerd dat er inderdaad updates zijn. Dit proces is vooral op de techniek gericht van de updates, het patch management. Nou, er zijn ook wat incidenten geweest recent in het Florida watersysteem en bij de Colonial Pipeline. Dat zijn industriële systemen. Nou, wat ik mij hierbij afvraag is van waarom hangen die aan het internet? Hoezo kan een hacker daarbij? En wat heeft dat met onze klanten te maken? Nou, die incidenten zijn gelukkig goed afgelopen. Het watersysteem is niet verontreinigd. De pipeline is inderdaad even zonder olie gezeten. Maar waarom is dat gebeurd? Waarom hebben die bedrijven dat aan het internet gehangen? En waarom is dat bij onze klanten ook van belang? Nou, onze klanten hebben vaak domotica-systemen, gebouwbeheersystemen, audio-videosystemen, warmtepompen. Allemaal verbonden met het netwerk. Die bedrijven die dat installeren, doen dat goed. Maar op het gebied van ICT en informatiebeveiliging laten ze echt wel steken vallen. We zien dat de wachtwoorden 1, 2, 3, 4 gebruikt worden. We zien dat er firmwares gebruikt worden die 2 jaar oud zijn, waar bekende beveiligingsproblemen in zitten. Het is voor organisaties belangrijk dat ze dit soort systemen in een integrale security aanpak ook meenemen en in overleg gaan met die toeleveranciers om die systemen ook veilig te houden. De hack bij een ICT-bedrijf wat veel notarissen bediende afgelopen jaar, dat bedrijf doet best goed werk. Eén dingetje hadden ze niet helemaal op orde, waardoor ze toch slachtoffer zijn geworden en hun klanten even niet hebben kunnen bedienen. Het is belangrijk dat de integrale security aanpak ook denkt aan het herstel. Van, nou, we weten dat er ingebroken kan worden, hoe kunnen we dat dan snel herstellen? Dat punt moet ook geadresseerd worden. Er is een uitspraak geweest tussen de rechtszaak van Bol.com en Brabantia. De ene, Brabantia, had het technisch niet op orde. Bol.com had het organisatorisch en op de bench niet op orde. Het gevolg €750.000 wat verdwenen was. Dat is vervelend. Ze geven elkaar de schuld, vandaar de rechtszaak. In de integrale security aanpak willen wij al die dingen adresseren. We willen de techniek gebruiken zodat dit niet had kunnen optreden. Ja, dat kan af en toe gebeuren. Dan moet de mens en de proces ook in orde zijn. Zo iemand moet niet in een phishing mail trappen. In dit geval was er een slecht opgestelde, in het Nederlands slecht opgestelde mail met het verzoek om een bankrekeningnummer te wijzigen naar Spanje. Dan moet de alarmbellen afgaan, dat is niet gebeurd. Tevens, waarom kan één persoon een bankrekeningnummer aanpassen met als gevolg dat er €750.000 weg is over een bepaalde periode? Is dat niet gecontroleerd? Is er geen verificatie of een vier ogen principe geweest? Dus de integrale security aanpak moet echt alle drie de aspecten behandelen. GGD, hebben we het even druk vanwege de coronacrisis, nemen iedereen aan. Geen screening, iedereen kan nog gelijk bij alle informatie, de meest vertrouwelijke informatie, onze informatie. Geen enkele technische maatregel had dit probleem opgelost. Hier moet een CISO vanaf het begin van het traject erbij betrokken worden. En vanaf het begin moet de hele organisatie security
de aandacht aan besteden, zodat dit niet kan gebeuren. Nou, tot nu toe de belangrijkste hek van het jaar, de kaashek bij de Albert Heijn. Nog sterker, het was helemaal niet bij de Albert Heijn, het was bij een toeleverancier. Die hadden een cryptolocker opgelopen, konden niet leveren. Gevolg, legerschappen kaas bij de Albert Heijn. Nou, voor onze klanten geldt hetzelfde. Je kunt het zelf heel goed voor elkaar hebben, maar zorg dat je ook met je toeleveranciers in overleg gaat. En overleg met hun, wat doen jullie aan informatiebeveiliging? Wij hebben het goed voor elkaar, hebben jullie dat ook? Nou, dat hoort allemaal bij een integrale security aanpak. Al benoemd, de mens, de proces en de techniek. Security of informatiebeveiliging, cyber defense, is niet één ding. Als het één ding is, had Remo dat verkocht en waren we klaar. Maar zo werkt het niet. Ik vergelijk dat altijd met de serie Airquest Investigation op Discovery Channel. Zo'n vliegtuig stort niet neer omdat er één ding niet goed is. Er is een hele samenloop van omstandigheden, meerdere dingen zijn niet goed gegaan, waardoor die tragedie ontstaan is. Nou, dat is met security inderdaad ook. We proberen zoveel mogelijk kleine dingen te adresseren, zodat het geheel zo veilig mogelijk inderdaad is. Dat is ook wat hackers doen. Komen ze via de ene kant niet binnen, dan proberen ze het via de andere kant. Nou, hoe helpen wij onze klanten om hun informatiebeveiligingsniveau te verhogen? Dat doen wij met een security assessment. Die voeren we één keer uit, of periodiek. Dat laatste heeft wel de voorkeur. Dat je ook weet waar je staat, ook over een bepaalde tijd. Nou, wat doen wij? Wij lopen de hele organisatie door. Wij inspecteren alles, we kijken, we luisteren. En we stellen een rapport op met bevindingen. In dat rapport staat welke bevindingen wij gevonden hebben. Waarom wij dat een bevinding vinden, de risicoclassificatie van de bevinding en een stukje advies, hoe die bevinding te verhelpen is. Elke situatie is anders, elke klant is anders, dus vandaar dat wij het op maat toespitsen, zodat we de klanten kunnen helpen om hun informatiebeveiliging te verbeteren. Nou, dat doen wij op basis van de bevindingen uit het security assessment. We stellen een tijdlijn op, we bespreken wat we gaan doen. Oude Windows XP machines kunnen misschien nog nodig zijn. Nou, dan bespreken we door wanneer kunnen we ze uitfaseren. ICT is al complex genoeg. Komt er nog iemand van security bij die heel veel dingen wil gaan veranderen? Dus je moet het in overleg met elkaar doen. Uiteindelijk is het doel om de beveiliging te verbeteren. 100% beveiliging, 100% secure zijn, dat bestaat niet, dat weten we. Dus we houden ook rekening met wat gebeurt er als er toch iemand heeft weten binnen te komen. Kunnen we snel herstellen? Kunnen we snel terug naar een vertrouwde werkende situatie? Vandaar dat we dus met klanten goed afspreken van wat vinden ze belangrijk? Wat vinden jullie belangrijk? Wat gaan we als eerste adresseren? Nou, ik hoor heel veel van onze klanten van waar moet ik beginnen? IT is complex, security is nog complexer. Er zijn zoveel dingen, waar moet ik beginnen? Nou, we hebben daar een framework voor opgesteld. Dat bestaat uit 20 domeinen die het mens, proces en de techniek adresseren. Niet alles is voor elke klant van toepassing. De spreekwoordelijke bakker op de hoek is wat minder complex en heeft wat minder maatregelen nodig als een internationaal opererend bedrijf met belangrijke intellectual property. Dus het is belangrijk dat wij samenwerken om samen de security te verhogen. Er zijn ook een aantal zaken die wij niet doen. Er zijn in 2020 18.000 nieuwe kwetsbaarheden bijgekomen. En er zijn tot nu toe 180.000 kwetsbaarheden bekend die van toepassing zijn. Die kunnen wij niet allemaal gaan controleren. Dat is gewoon veel te veel werk. Dat is monniken werk. Daar gebruiken wij tooling voor. Daar gebruiken wij Guardian 360 voor. Dat kunnen wij eenmalig doen tijdens een security assessment. Liever nog, doe dat periodiek. Zoals gezegd bij de exchange updates. Hoe weet ik dat er een exchange update is? Ik heb het niet gezien. Ik heb het ook niet van mijn ICT-leverancier gehoord. Nou, dan kan Guardian 360, die merkt dat op. Er is een nieuwe kwetsbaarheid gevonden. En daar staat ook bij waar die vandaan komt en hoe dat op te lossen is. Guardian 360 biedt een uitgebreid dashboard, wat te gebruiken is door het management. Niet te ingewikkeld, niet te technisch, maar de techneuten kunnen doorklikken en kunnen ook zien wat er allemaal gevonden is, waar het gevonden is en wat ook heel belangrijk is. Een leuke optie wat Guardian 360 biedt is, die kan de kwetsbaarheden relateren
aan bijvoorbeeld de ISO 27001 of de NEN 7510 of de AVG. En dan, als je bedrijf daaraan moet voldoen, kan Guide 360 daarbij helpen om dat ook te relateren, zodat je weet wat er gevonden is en hoe dat verbeterd moet worden. Nou, het is een heel traject. Als je Guide 360 hebt, kun je dan zelf de security onder controle houden. Ik vergelijk dat soms met een applicatie Torque, waarmee je je autostatus kunt uitlezen via de ODB2-poort. Daar kun je zien wat er aan je auto mankeert. Maar ja, als de olie moet worden bijgevuld, kun je dat zelf. Maar als het wat complexer is, moet je toch naar die garage toe. En zo zetten wij Guardian 360 in. Het monnikenwerk wordt geautomatiseerd uitgevoerd. Er worden gelijk relaties gelegd tussen bepaalde normeringen. He, zodat wij ons eigen met onze integrale security aanpak kunnen focussen op de klant. Wat is er aan de hand? Hoe gaan we jou helpen? Wat gaan we als eerste doen? Welke tijdlijn? Wat zijn de kritische zaken? Zodat we ons eigen wat minder met de technische bevindingen hoeven bezig te houden. Martijn, schakel weer naar terug. Je zal wat inhoudelijk laten zien over hoe Guardian 360 werkt en waar die op kan rapporteren. Dankjewel Dion voor deze presentatie. Het is echt mooi om te horen hoe Solimas het onderwerp informatiebeveiliging als een integraal onderdeel benadert. En dat Guardian 360 daar een mooi puzzelstuk in mag invullen. Wat ik mooi vind is dat je benoemt dat er een aantal dingen zijn die je handmatig doet. Het liefst eigenlijk niet eenmalig, maar periodiek. Maar dat je ook zoveel mogelijk wil wegautomatiseren. En dat is ook hoe Guardian 360 het graag ziet. Je wil eigenlijk zo snel mogelijk op de hoogte zijn van nieuwe kwetsbaarheden, zwakke plekken, gebruikers met een zwak wachtwoord, een poortje wat eigenlijk dicht had moeten staan, maar per ongeluk is opengezet. Dat is typisch werk wat je kunt automatiseren en dat is ook wat we met het Guardian 360 dashboard of het Guardian 360 platform hebben gedaan. Die automatisering is ook belangrijk omdat er gewoon maandelijks zo'n 1500 nieuwe kwetsbaarheden worden ontdekt. En dat betekent ook dat het voor Solimas een hele uitdaging is om daar continu van op de hoogte te zijn. Jullie hebben wellicht je systeembeheer uitbesteed aan Solimas en zij draaien netjes de Windows-updates en de andere updates van de applicaties die in beheer zijn. Dat is een SLA voor in sommige gevallen en in andere gevallen gaat het misschien op basis van een strippenkaart. Maar je kunt als IT-dienstverlener gewoon lang niet alle applicaties handmatig in de gaten houden. En het is ook een race met de kwaadwillenden. Elke keer als er weer iets gepatcht wordt of geüpdate, dan gaan de boeven weer op zoek naar een nieuw achterdeurtje of een nieuw gaatje. Dus het is soms dweilen met de kraan open. En om dat toch te kunnen blijven doen, ondersteunen we Solimas met het Guardian 360 Lighthouse platform. Wat ook heel belangrijk is, is dat informatiebeveiliging uiteindelijk de primaire verantwoordelijkheid blijft van een klant. Dus je kunt als opdrachtgever wel bepaalde werkzaamheden uitbesteden aan een organisatie als Solimas, maar je blijft als opdrachtgever altijd verantwoordelijk voor je eigen risicobeheersing. En dat is ook mede de reden dat we ons Guardian 360 dashboard in eerste instantie hebben opgebouwd als een management dashboard. Je hoeft er helemaal niet technisch voor te zijn om toch te begrijpen wat er bedoeld wordt. En op het moment dat je wat dieper doorklikt, vaak samen met een Solimas adviseur of een engineer, dan kom je ook bij de technische details en de oplossingen die vervolgens door de engineers geïmplementeerd kunnen worden. Nou, om kort door het dashboard heen te lopen, we laten linksboven op het dashboard zien het aantal hacker alert meldingen. We hebben een virtueel logdoosje wat we in een netwerk kunnen plaatsen dat een signaaltje geeft op het moment dat een kwaadwillende in het netwerk actief is. Maar dat kan dus ook een oud-medewerker zijn waarvan de credentials niet zijn ingetrokken en die toch nog eens een keer inlogt vanuit huis om de boel te bekijken en eens even te kijken wat er nieuw bijgekomen is. Dus dat laten we zien, dat is dus een detectieve maatregel. Daarnaast laten we zien hoeveel kritische issues er zijn, hoeveel hoge risico-issues er zijn en zo splitsen we dat steeds verder uit naar medium, low en informational. En het is belangrijk om te weten dat we deze lijst elke dag opnieuw updaten.
Dus op het moment dat er vandaag een nieuwe kwetsbaarheid bekend wordt, bijvoorbeeld in Exchange, zoals Dion als voorbeeld aanhaalde, nou, dan kunnen we dat morgen inzichtelijk maken in het dashboard. In het geval van Exchange kwam er dus ook een nieuwe critical bij in het dashboard en kan Sonimas ook beoordelen, vaak ook in overleg met haar opdrachtgever, hoe dan te handelen met die kwetsbaarheid. En niet alles ga je gelijk oplossen. Soms vinden wij iets technisch gezien heel kritiek, maar beschouw je het als opdrachtgever niet zo kritiek. Het kan ook zijn dat je even een paar dagen moet wachten tot de update er is, maar je kunt daardoor wel veel meer in controle komen over, nou ja, je risicobeheersing en je hebt gewoon veel meer inzicht in wat er openstaat in je netwerk of in je webapplicatie. Als je daaronder kijkt, dan zie je alle normeringen of richtlijnen die we in kaart kunnen brengen. Dion meldde al de ISO 27001. Nou, de 2013 versie hebben we erin staan, maar ook de update uit 2017. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de GDPR en AVG in het dashboard staan. Daar kun je nog niet voor certificeren. Het is nog geen normering waar je voor kunt certificeren. Die zit er wel aan te komen, maar die is er nog niet. Dus wij noemen dat ook de Guardian of de GDPR aanbevelingen. En daarmee laten we dus zien dat in dit geval, in deze demo set, er 7 aanbevelingen zijn om beter te voldoen aan de AVG. NEN 7510 maken we inzichtelijk. Dus er zijn in onze ogen 8 afwijkingen van die normering. En zo hebben we nog een aantal andere branchespecifieke normeringen er ook in zitten. Dus ook voor de overheid bijvoorbeeld, voor creditcardverwerkende instellingen en voor organisaties die binnen het MBO actief zijn. Nou, als we dan eens naar beneden gaan, dan kun je als opdrachtgever en ook de Sonimas engineers kunnen zien wat er binnen onze scope valt. Dus hoeveel scanobjecten, hoeveel servers of hoeveel werkstations, hoeveel websites of complete netwerken worden er gescand. Hoeveel IP-adressen vinden we dan in die netwerken? Want wij scannen elke dag, dus we kunnen het ook heel snel signaleren op het moment dat er een nieuw apparaat in het netwerk actief is. Dat is ook wel een belangrijk onderwerp. We zien steeds meer shadow IT in netwerken. Medewerkers die even snel bij de mediamarkt een pc'tje halen of een handig internet-connected device in het bedrijfsnetwerk prikken. Nou, dat zien we dan ook binnen een dag en kunnen ook gelijk in kaart brengen of dat kwetsbaar is of niet. Nou, het aantal websites wordt ook in kaart gebracht. En wat ook niet onbelangrijk is, als opdrachtgever wil je misschien niet alles oplossen. Het heeft te maken met je risicobeheersing. Sommige dingen accepteer je simpelweg omdat je het niet als een groot risico ziet. Andere dingen accepteer je omdat je nog het budget niet kunt vrijmaken om het op te lossen. En in een aantal gevallen is er gewoon simpelweg nog geen oplossing omdat de fabrikant die nog niet heeft uitgebracht. Nou, dat weten we binnen Guardian 360. En daarom hebben we ook de mogelijkheid geïntroduceerd om kwetsbaarheden te kunnen accepteren. Dat doe je dan met een termijn van minimaal een maand en maximaal 12 maanden. Dat motiveer je ook waarom je dat doet. En vervolgens wordt dat ook netjes in het dashboard bijgewerkt. En heb je weer 1 kwetsbaarheid minder om naar te kijken. Totdat de termijn verstreken is natuurlijk. Nou, om in netwerken te scannen hebben we ook een probe nodig. Dus dat is een virtual servertje in het netwerk. En daarmee scannen we alles wat achter de firewall zit en niet vanaf het internet toegankelijk zou moeten zijn. En we brengen ook in kaart hoeveel hacker alert appliances we actief hebben. Dus hoeveel van die virtuele, ja, lokdoosjes of bewegingsmelders we in het netwerk hebben. Nou, een en ander hebben we ook een aantal grafieken gevat. Dus je kunt hier de verhouding zien tussen alle risico's en het risiconiveau wat erbij hoort. We kunnen ook laten zien welke scanner van Guardian 360 Lighthouse de issues gevonden heeft. Dus je ziet dus bijvoorbeeld een aantal dingen die we gevonden hebben met onze poortscanner. Dat zijn vooral open poorten die eigenlijk dicht zouden moeten staan, bijvoorbeeld op een firewall. Maar je ziet ook dat we 7 zwakke credentials hebben gedetecteerd met onze credential scanner. En zo zijn er verschillende scanners die we inzetten die elke dag, ja, de opgegevenscope scannen. We laten ook nog zien hoeveel risico's er zijn per scanobject. Dus in deze demoset zijn dat er een stuk of 10. Dus dan kun je ook nog kijken welke scanobject, dus welke server of welke website, ja, de meeste aandacht zou moeten krijgen. En we laten ook nog zien hoe lang issues openstaan. Dus daarmee kun je ook aan een auditor of een accountant of een andere belanghebbende laten zien in hoeverre je in control bent. Want ja, 100% veiligheid bestaat niet. Hè? Dus deze grafiek op nul krijgen, dat is echt onmogelijk. Met de hoeveelheid dingen die wij kunnen vinden is dat niet te doen.
Maar je kunt wel laten zien dat je critical issues bijvoorbeeld binnen een maand hebt opgelost. En de high issues binnen een kwartaal. Even afhankelijk van wat je risicobeheersing dicteert. Maar daarmee heb je ook een mooi middel om aan een auditor of een accountant te laten zien ja, hoe je handelt op het moment dat er kwetsbaarheden gevonden worden. Als we dan verder doorklikken, dan heb je hier een overzicht van issues. Nou, een issue is dus een kwetsbaarheid of een ander aandachtspunt. We sorteren dat standaard van kritiek naar steeds informatiever. En dat is een hele lijst van vooral technische taal, waar we aangeven waarom we het een kwetsbaarheid vinden, hoe lang we het vinden, maar ook hoe je het zou kunnen oplossen. Je ziet bijvoorbeeld in deze kolom dat we dit issue nu vinden vanaf 20 februari 2020 al. En dat het voor het laatst gedetecteerd is op 27 mei. Nou, op het moment dat je... Oh, hier zie je ook dat dit een issue is wat in het verleden geaccepteerd is. Nou, kennelijk is de acceptatietermijn voorbij. Dus dan kunnen we gelijk eens even kijken wat daar mee gebeurd is. Nou, en hier wordt het langzaam ook echt voor de engineers van Solimas interessant. Of echt een handig hulpmiddel. Want hier gaan we vertellen waarom we het een kwetsbaarheid vinden. Waarom we het ook een kritische kwetsbaarheid vinden. Maar ook wat Solimas zou kunnen doen om het op te lossen. Dus we geven een korte omschrijving. Wat technische details. Nou, in dit geval is het vrij beperkt. Een paar technische gegevens. We geven ook aan waarom het een afwijking is van een normering. Nou, in dit geval van een hoop normeringen. Dus bijvoorbeeld van de ISO 27001 op een aantal paragrafen. Maar ook de NEN 7510 op een aantal paragrafen. En in de audit trail laten we zien dat het issue ook daadwerkelijk elke dag gedetecteerd is. En ik zal eens even filteren op de geaccepteerde momenten. Ja, je ziet hier dat het geaccepteerd was tot 23 december. En daarna is het dus geautomatiseerd weer vrijgegeven en in de actuele lijst gekomen. Nou, hier geven we gewoon heel veel informatie aan de Solimas engineers. En ja, als de opdrachtgever dit een issue vindt wat opgelost zou moeten worden. En soms zijn het issues waarvan Solimas zegt, nou dat leggen we niet eens voor, dat gaan we oplossen. Maar heel vaak zien we ook een gesprek ontstaan. Ja, dan kunnen ze aan de slag met de oplossing. Nou, op het moment dat een issue opgelost wordt, dan komt het ook netjes in het overzicht met gesloten issues. Want ons platform detecteert automatisch dat een issue is opgelost. Want we kunnen het namelijk niet meer detecteren. En vervolgens komt het netjes in deze lijst te staan. En kan die dus ook weer gedeeld worden met een auditor of met een accountant of met een andere belanghebbende. Want ja, op het dashboard laten zien dat je misschien 8 criticals open hebt staan. Daar kunnen mensen van schrikken. Maar als je vervolgens laat zien dat je in de afgelopen half jaar 150 hebt opgelost. Ja, dan zet het toch weer in een ander perspectief. Nou, de geaccepteerde risico's die verdwijnen ook naar een apart overzicht. Dus op dit moment zijn dat er 2. Op het moment dat je die open klikt, dan kun je dus ook zien met welke reden het issue is geaccepteerd. Nou, dit is geaccepteerd met als reden test. Dat zal de gemiddelde auditor niet accepteren. Dus in dat geval worden ze ook weer vrijgegeven. Dit is overduidelijk een demo set, dus dit is geen live data. Nou, dan hebben we nog een stukje normeringen wat ik wil laten zien. We kunnen dus op basis van een aantal normeringen en de controls die daarbij horen, kunnen we laten zien hoeveel afwijkingen wij zien van die norm. En dat komt omdat we een mapping hebben bedacht binnen Guardian 360 die ervoor zorgt dat technische kwetsbaarheden of andere aandachtspunten gerelateerd worden aan die norm. En dat werken we ook doorlopend bij om ook zo aan te geven of er dus afwijkingen zijn. Nou, laten we de ISO 27001 erbij pakken. Op het dashboard stonden er 8 non-conformities. Dat is gebaseerd op 180 issues, dus kwetsbaarheden. En je ziet hier vervolgens per non-conformity een verwijzing naar de paragraaf in de ISO-normering, een stukje motivatie en ook hoeveel issues dan leiden tot die non-conformity. Dus als je het hebt bijvoorbeeld over weak credentials, nou, dan zijn er nu 7 weak credential issues die leiden tot 1 afwijking van de norm. Overigens kunnen we deze data ook allemaal in het Nederlands presenteren. Ik heb de demo set nu in het Engels, maar je kunt met de taalswitch bovenin kun je ook naar het Nederlands switchen. Nou, en uiteindelijk als je dan die 7 kwetsbaarheden wil verhelpen, dus die 7 credential kwetsbaarheden, dan ga je naar een overzicht met die 7 issues.
En vervolgens kun je ook nog zeggen om die 7 te accepteren. Ik zou niet zo goed weten in dit voorbeeld waarom je dat zou willen. Maar goed, het kan. Je kan dus hier dan aangeven waarom je het accepteert en ook hoeveel maanden. Nou, het laatste wat ik nog wil laten zien is een overzichtje van onze hacker alerts. Die detectie die we kunnen doen eventueel in het netwerk. Dat laat ik hier zien. Je ziet hier dus dat onze demo hacker alert op 12 november 2020 is aangeraakt. Dus we hebben gesimuleerd dat een kwaadwillende in ons demo netwerk zat. En je ziet dus netjes hoe die alert wordt gepresenteerd. Ik zie ondertussen wat vragen binnenkomen. Dion, zullen wij ze samen beantwoorden? Nou, ik zie een eerste vraag voor jou, Dion, van Marcel. Ja, vraag van Marcel aan Dion. Wat zou Solimas aan beveiligingsmaatregelen nemen om de zogeheten Albert Heijn kaashek te voorkomen? Als eerste, het was een cryptolocker. Dus je kunt, je moet zorgen dat de antivirus, de endpoint security, goed op orde is. Het komt vaak via e-mail binnen. Dus aan die kant zouden de spamfilters zouden ook goed op orde moeten zijn. Blijkbaar had de toeleverancier wat problemen met het snel herstellen. Dus wij vermoeden dat ook daar aan de recovery kant, aan de backup kant, misschien geen offline backups zijn gebruikt. Dus daarin zouden wij adviseren. Ja, dat zijn inderdaad dus de technische kant. De awareness kant is het niet trappen in een phishing mail, wat het waarschijnlijk is geweest. Dus ik denk dat dat de adviezen zijn die ik zou adviseren om dit te voorkomen. Ja, ja, het is een samenhang inderdaad, hè, van ook weer mens, proces en technologie. Dus ik denk dat awareness een belangrijk aandachtspunt was. Maar ook dingen zoals segmentatie misschien niet op orde. En ik denk ook voor de toeleverancier en ook voor de afnemer, Albert Heijn, dat je bewust moet zijn dat je onderdeel bent van een keten. Dus je kunt je eigen informatiebeveiliging wel op orde hebben, maar... Ja, je toeleveranciers en je afnemers moeten dat ook hebben, want anders kun je toch nog kwetsbaar zijn. Ja, dat is correct. Ik zie een tweede vraag van Imre aan mij. De vraag is, kun je een voorbeeld geven van rapportages die we intern kunnen delen? Nou, nee. wat wij bij klanten constateren is vertrouwelijk. Er staat heel veel interne informatie in over klanten. Die kunnen, wij zijn vast voorbeelden die wij samen even kunnen bespreken. Om te laten zien hoe wij dat inderdaad opstellen. Ja, het is denk ik ook sterk afhankelijk van de klant, hè, en de context van de klant. En ook ja, wat de vraag is. Guardian 360 dashboard kun je laten zien. Maar verder hangt het ook wel af van waar het zwaartepunt bij die klant lag. Of je heel erg op de processen ingezoomd bent of juist op de menselijke kant. Ja, ja, inderdaad. Ja, dan zie ik een vraag van Jeff. Waarin onderscheidt Guardian 360 zich van andere aanbieders? En waar moeten we op letten als we de juiste tooling proberen te vinden? Nou ja, er zijn een aantal dingen waar we ons onderscheiden. Als Guardian 360 zien we security als een continu proces. Dus het eenmalig starten van een scan is eigenlijk het vertrekpunt om daarna continu te blijven scannen. Want je kunt wel eenmalig even het net ophalen in het netwerk, maar... Omdat er zoveel nieuwe kwetsbaarheden gevonden worden elke maand, moet je eigenlijk dagelijks vinger aan de pols houden. Daarnaast zijn we een 100% Nederlandse aanbieder. Met Nederlandse werknemers en data die ook gegarandeerd in Nederlandse datacentra blijft. Dat zorgt er ook voor dat veel financiële instellingen en zorginstellingen graag Guardian 360 inzetten. En ik denk ook dat het belangrijk is om Guardian 360 niet als een tool te zien, maar veel meer als een onderdeel, als een platform wat door Solimas wordt gebruikt om haar klanten zo veilig mogelijk te houden. En we zijn een puzzelstuk in die grote puzzel, wat Dion met zijn team daar nog handmatig aan toevoegt. En ook met andere tools, dat heb je allemaal nodig om tot een maximale risicobeheersing te komen. Ik weet niet of jij er nog iets aan toe wil voegen, Dion? Nee, duidelijk. Dankjewel. Al het stukje Nederlands wordt gewaardeerd. We zitten in ICT, heel veel is Engels.
Vooral de maatregelen bij de normeringen, wat al complex genoeg is, is vaak fijn als het voor ons, vooral voor onze klanten, voor de management, als dat gewoon in het Nederlands staat. En dat is inderdaad wel echt een pluspunt voor Guardian. Ja, ja, en ik denk die koppeling met die normen, want dat moeten we niet vergeten. Hè, de typisch Nederlandse normeringen, zoals de BIO en de NEN 7510, daar zijn we echt een van de weinigen van die dat in kaart brengen. Ik zie nog een vraag van Ruben. Wil jij die eerst beantwoorden? Ja, een vraag van Ruben aan ons beiden. De vraag is, is het loskoppelen van het internet voor de infrastructuur van de Colonial Pipeline de enige manier om het te beveiligen? Dat is het eerste gedeelte van de vraag. Dat is een lastig antwoord. Is het nodig om het aan het internet te hangen? Nou, de enige die dat kan, die vraag kan beantwoorden, dat is de beheerder van de Colonial Pipeline zelf. Waarschijnlijk willen ook mensen vanaf afstand kunnen kijken en kunnen monitoren. En zijn er ook zaken zoals business intelligence, statistieken die ze willen bijhouden, rapportages. Dus dat zal waarschijnlijk een reden zijn dat het gekoppeld is of althans een verbinding is geweest. Nou, het loskoppelen van het internet. We zijn nog niet zo ver dat we met Skynet vanuit de film Terminator aan het werk zijn. In geval van nood is loskoppelen een goede oplossing. Ik denk dat het tweede gedeelte van de vraag, of het op een andere manier, op een slimmere manier voorkomen had kunnen worden. Ja, als je het aan het internet koppelt, doet dat op een goede en verantwoorde manier. Richt het inderdaad goed in dat het veilig is. Koppel het niet direct aan het internet, maar zorg dat er een DMZ of iets tussen zit. En als je het gekoppeld hebt, blijf het monitoren. Nou, en daar hebben we hele mooie tooling voor. Ja, ja. Wat Jan Martijn kan vertellen, van om in de gaten te houden van, zijn de kwetsbaarheden gevonden en blijft dat op die manier slim inderdaad monitoren? Ja, dat is een goede. Kijk, uiteindelijk is dit ook gewoon weer risicobeheersing. Dus het gemak van op afstand kunnen beheren. Ik kan me voorstellen dat iemand op een centrale plek wel 10 of 20 van die installaties moet kunnen beheren en niet overal naartoe wil rijden. Het scheelt een heleboel reistijd. Maar ja, dat moet je wel afwegen tegen het risico dat een ander dus ook bij die systemen kan komen als het aan het internet hangt. En als je het doet, ja, inderdaad, gewoon goed monitoren. Want vaak is het een kwestie van even een poortje vergeten dicht te zetten of een update vergeten te draaien. En daar moet je gewoon snel van op de hoogte zijn. En uiteindelijk moet je, denk ik, ook als organisatie gewoon bewust zijn dat het een keer misgaat. Dus je moet ook vast nadenken over het scenario dat het misgaat. Dus dat betekent niet dat je automatisch nu alles van internet moet loskoppelen, want dat is onwerkbaar. Maar je kunt wel zeggen van, nou, op het moment dat het misgaat op één locatie, dan zorgen we ervoor dat dat netwerk in ieder geval gescheiden is van andere locaties, zodat de impact gewoon verlaagd wordt. Of misschien kun je wel op één zo'n locatie meerdere netwerken creëren. En er zijn ook een heleboel tools waarmee je ervoor kunt zorgen dat je toch ook remote veilig verbinding kunt leggen met een systeem. Nou, daar hebben jullie ook veel ervaring mee met dat soort tooling. Dus ja, er zijn wel een heleboel beveiligingsmiddelen te bedenken om zo'n aansluiting veilig open te zetten. Als ik iets mag toevoegen. Ja. Ik heb het kort besproken in mijn presentatie, de netwerksegmentatie. Ja. Deel je netwerk op in kleine segmentjes. Dat was bij de Colonial Pipeline ook wel gebeurd. De pipeline zelf hing niet direct aan het internet. Maar de administratie, het beheerssysteem wel. Maar dat is het. Het is allemaal interconnected. Wat je vaak ziet is dat het bedrijf de edge van het netwerk, de connectie met het internet, goed monitort. Maar aan de binnenkant het wat minder doet. Ook daar moeten we monitoring toepassen. En zorgen dat dus kritieke systemen, ook al willen ze remote beheerd worden, toch niet makkelijk te overbruggen zijn. De zogenaamde stepping stones. In voorgaande security incidenten, zoals bij DigiNotar, Universiteit van Maastricht, is er ook doorgestapt naar verschillende segmenten. Ja, en wat je ook bij DigiNotar zag, maar wat we ook veel zien bijvoorbeeld in omgevingen waar je een deel procesautomatisering hebt in een fabriekshal bijvoorbeeld en een stukje kantoorautomatisering in op een kantoor. Ja, die systemen in die fabriek waren eigenlijk nooit bedoeld om aan het internet gekoppeld te worden, laat staan aan een bedrijfsnetwerk. En toch is dat gebeurd omdat we het handig vinden dat ERP-systemen direct kunnen communiceren met de systemen in de fabriekshal. Nou ja, en daardoor is opeens je netwerk een stuk groter geworden en is opeens apparatuur die eigenlijk helemaal nooit bedoeld was om zo gekoppeld te worden en dus ook niet regelmatig gepatcht en geüpdate wordt, is toch onderdeel van je netwerk en daardoor is je hele netwerk kwetsbaar. Dus die segmentatie moet gewoon weer terugkomen. Daar ben ik wel echt voorstander van. Ja. Ik kreeg nog een vraag van Jeff over wie of wat bepaalt of een gevonden issue high of critical is.
goede vraag. Uiteindelijk kan Guardian 360 het alleen vanuit technisch perspectief en vanuit informatiebeveiligingsperspectief beoordelen op een generieke manier. En we kijken dus naar wat de impact zou kunnen zijn op het moment dat het issue misbruikt wordt. We kijken naar hoe makkelijk het is om het te misbruiken. En zijn er bijvoorbeeld zogenaamde exploits beschikbaar op het internet? Is het een issue wat al langer bestaat? Is het een issue wat heel makkelijk via het open internet te misbruiken is? Al dat soort indicatoren zorgen ervoor dat wij daar een labeltje aan hangen. Vervolgens hebben we wel partijen nodig zoals Solimas, die dat zetten in de context van een klant. En dus jij kunt met je team beoordelen of een kritiek issue, wat wij kritiek vinden op een testsysteem, dat dat voor een specifieke klant misschien helemaal niet kritiek is. Dus dat je er anders mee omgaat. Ja. Een voorbeeldje is een recente security update voor VMware vCenter Server. Oh ja. Die is kritisch, moet gelijk gefixt worden. Maar als het in je netwerk, in een management netwerk hangt, waar geen medewerkers bij kunnen en niet aan het internet hangt, ja, dan hoeven we dat niet vandaag te updaten. Dan kun je dat bij de volgende update ronde meepakken. Dus de gevonden issue is misschien wel critical, maar ik pak hem in mijn normale update programma, volgende week pak ik hem mee. Ja, mocht hij dan wel in een netwerk hangen waar medewerkers of het internet bij kan, ja, dan moet je hem sneller inderdaad gaan oplossen. Ja, in de ideale wereld heb je onbeperkt tijd om alles op te lossen, maar je moet keuzes maken. En die keuzes is vooral gebaseerd inderdaad op je risicobeheersing en wat is de impact voor de business. Dus zo gaan we er gezamenlijk mee om. Ik zie geen nieuwe vragen binnenkomen. Kijk even schuin naar de moderator. Nee, er komen geen nieuwe vragen bij. Dus, en jou de eer. Ja, dankjewel voor de presentatie. De samenwerking tussen ons is fantastisch. Goede pluspunten. En ik hoop dat wij en onze klanten nog lang van jullie producten kunnen gebruikmaken. Dankjewel. Draag je bij de presentatie over aan Remo voor een afsluitend woord. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze webinar. Jan Martijn van Guardian 360 en Dion, bedankt voor jullie heldere uitleg. Tot slot nog één ding. Wij zouden het ontzettend leuk vinden als u zelf kunt gaan ervaren wat de toegevoegde waarde is van onze integrale aanpak in combinatie met Guardian 360. En speciaal voor u, voor de deelnemers aan deze webinar, hebben we daarvoor een geweldig aanbod. Mocht u daar nog meer over willen weten, bel mij even of een van mijn collega's, dan gaan we erover graag met u in gesprek. Rest mij u te bedanken voor uw deelname. En graag tot een volgende keer.